Etappe 2 van Olympia's Tour met Koen Vermeldvoort in de gele trui. Hij won gisteren de etappe. Die finishte op de Vanberg. Vandaag fietst het peloton de langste etappe van deze week. Ruim 170 kilometer met start en finish in Twello. 13 koplopers met daarbij onder meer Sander de Pestel, Sven Burger, Stan van Tricht, Jason van Dalen, Marijn van den Berg, Peter Merks, Marien Bogert, Giel Smit, Wiebe Scholten en Adne Koster. Best een aardig sterke kopgroep. En daarachter 7 man in de achtervolging. Met Florian Vermeers, Jordi Meeuws, Stef Krul, Rick Ottema, Peter Schulting, George Dekker en Koen Vermeldvoort. Ze pakken steeds meer voorsprong. De 13 man vooraan. Max Kroonen die was betrokken bij een valpartij. Hij lag erbij samen met René Hooghiemster. Ja, je ziet dat hij zijn rechterarm niet beweegt en hij wijst ook naar zijn sleutelbeen. Waarschijnlijk is hij op zijn rechterkant gevallen. De passage van start-finish. En dan klinkt de bel voor de laatste ronde. Verschil 1 minuut 20 met de achtervolgers. Deze twee mannen doen verreweg het meeste werk in de achtervolgende groep. Vermeers en Vermeldvoort. Virtueel rijdt hij in het geel Stan van Tricht. 14 seconden staat hij achter Vermeldvoort. En hier zie je gewoon hoe slecht de samenwerking is. Laat de Koen gewoon rijden. Demarage van Robin Blummel van Volker Wessels. Met nog 16 kilometer te gaan probeert hij het en heeft hij direct een aardig gat. Ja, dat is toch wel mooi om te zien. Ze rijden elkaar nu echt helemaal stuk. En is alles weer compleet. En nu is het wachten op een nieuwe aanvalspoging. Marijn van den Berg. Metek is toch wel heel actief. Maar dat zegt toch ook wel wat over de mannen van Metek. Ze durven de sprint niet aan. Ze willen die sprint ontlopen. Sander de Pestel in de achtervolging. Met daarachter Jason van Dalen. Ja, dan zie je dat Stan van Tricht het wiel niet kan houden van Adne Koster. Dit is toch wel mooi om te zien. Dat is een man die het beste ervoor staat in het klassement. Dus dit is gewoon van echt niet kunnen, want anders bleef hij wel in het wiel. 4 koplopers nu. Met de 2 renners van Metek, Jason van Dalen en Marijn van den Berg. En Sander de Pestel van Lotto Soudal. En Adne Koster van De Cannibaal. 4 achtervolgers. Kramp voor Giel Smit. Dit is jammer. Oh, het schiet erin. Komen Stan van Tricht, Robin Blummel en Rick Wielink nog terug bij de mannen vooraan. Ze gaan erbij komen. 7 man aan de leiding. Marijn van den Berg houdt het tempo hoog. Dat doet hij dus voor zijn ploeggenoot Jason van Dalen. Daarachter zit Blummel in derde positie. Met in zijn wiel Stan van Tricht. En nu gaat die sprint aan. Het is Blummel. En daar komt Adne Koster eromheen. Het is toch Stan van Tricht die de overwinning pakt en de gele trui. Ja, het is van Tricht. Ja. Een dubbelslag voor Stan van Tricht. Hij pakt de etappezege en ook het geel. Hij wint de sprint in Twello. En dan zijn de mannen van Metek toch niet sterk genoeg. De laatste kilometers hebben nog net een groepje van 4 kunnen terughalen. En dan wist ik wel dat ik in de spurt goed geplaatst moest zitten. We moeten kunnen afmaken. Ja, ik ben enorm blij. Het is eigenlijk mijn eerste overwinning dit jaar. Ondanks dat ik eigenlijk een redelijk goed seizoen heb gereden. Maar ik ben er enorm blij mee.